Zwieren en zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV. Look out, here we go! Welkom bij een nieuwe aflevering Zwieren en Zwaaien. Vandaag zijn we in... in Waalwijk. Het is weer een jaar voorbij, hè? Ja, dus we zijn er weer. Ja. Heel veel plezier tijdens deze aflevering. Hier in Waalwijk is, wat is nou de leukste attractie hier in Waalwijk? We gaan erachter komen. Wat is de leukste attractie? Even kijken hoor, ik vind dat ding daar, ik weet niet hoe die heet, maar die bank, weet je wel, die zo gaat. Dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Ik ga er niet in. De breakdance. Impact en breakdance. Impact en breakdance. En wat maakt die impact zo leuk? Gewoon schommelt rondjes en ja, het is gewoon heel leuk met je vrienden. Geen van allen, want ik geef er niks om mijn wilde kermis. Nou, dan maar gewoon een suikerspin. Precies, samen met mijn zoon gezellig. Ja, absoluut. De booster, denk ik. Ja, waarom de booster? Hij is gewoon eng en ja, ik vind het gewoon leuk. En ben je er al in geweest? Ja, deze week al 5 keer. Wauw, dan ga je nog missen dan. Ja. En word je niet heel misselijk erin? Nee, ik niet. Ik zal het niet weten, want ik kan nergens in. Om te kijken dan? De attractie waar mijn kleinkind het leukste vindt. En dat is? Ze zit nou daarin. Oké, en daarin, even kijken. Hier heb dan ze het goed, hè? Daar gaat het om, toch? Toch? Dus, die. We moeten even 180 graden draaien en dan zien we de favoriete attractie van het kleinkind. De leukste attractie is toch die impact. Dat is echt een mooi ding. De zon in je nergens mitten nu. Ja, dat is echt een mooi ding. Ja, dat is echt een mooi ding. En hoe vaak ga je er nog in vandaag? Oh, ik denk nog een stuk of drie keer denk ik wel. Ja, drie keer. Ja, zeker wel drie keer. Ja, dat is echt. Ja. De oliebollenkraam natuurlijk. Alleen hou je daar geen oliebollen, maar... Nee, geen oliebollen. Churros, dat is nog veel beter. Dus dan gaan we direct van genieten en hopelijk... Zijn ze lekker hier in Waalwijk? 5 minuten, dan zijn ze op.
Ja, dat denk ik wel. Nou, smakelijk nog. Dankjewel. We hebben natuurlijk ook deze keer weer heel veel leuke berichten van jullie gehad. We gaan ze maar gauw behandelen, hè? Ja, doe maar. De leukste hebben we uitgezocht. Ja, voordat ze allemaal wegwaaien. Even kijken, Robert de Jong die schrijft: gefeliciteerd met 15 jaar zwieren en zwaaien. Het is een mooie prestatie. Groetjes uit Denemarken. Heel eindje weg, hè? Ja, dat is niet om de hoek. Nee. Dankjewel. Erik die schrijft bij een van de filmpjes van een van de eerdere jaren, want die zijn we op Facebook aan het ronddelen. Leuk om beelden van attracties te zien die nu niet meer op de kermis staan. Ja, dat is leuk om terug te zien allemaal, hè? Die oude beelden allemaal. Ja, er komen natuurlijk wel nieuwe attracties voor terug, maar toch, ja, die nostalgie. Er is een hoop veranderd in die 15 jaar, dus fijn dat dat bevalt, Erik. Rob Dulaert, die schrijft: gefeliciteerd met 15 jaar zwieren en zwaaien. De kop is eraf, dat klopt. Het was weer een leuke uitzending en hopelijk komen er nog veel meer. En ik ga in de toekomst weer genieten. Groetjes uit Zevenaar. Nou, fijn om te horen. Daar worden we blij van, hè? Ja, nog 15 jaar erbij. Hoe oud zijn we dan? Oh, dat zeg maar niet. Nee, dat zal maar niet zeggen. Nee, moet er maar even niet aan denken. Arno, die schrijft dat hij zich alweer verheugt op de Tilburgse kermis 2024. Wij ook, hè? Jazeker. Aftellen. Ja, dat is het. Wij kijken er ook naar uit. Dankjewel, Arno. En dan het laatste berichtje van deze keer, dat is van Karin. Die had een filmpje gezien van 2017 of 2018, dat weet ik nou even niet meer zeker, vanuit Waalwijk. En die vond het grappig dat ze een paar keer goed in beeld kwam. Nou, zijn ze dan nog ergens goed voor, die oude beelden, hè? Ja, en we zijn nu in Waalwijk, dus misschien komen we er wel tegen. Ja, wie weet ben je er nu weer bij. Nou, dankjewel allemaal weer voor jullie berichten. Blijf ons iets sturen en blijf reageren en kijken natuurlijk. Want wij zien al jullie berichten graag tegemoet komen. Ja, kom maar op. We staan hier voor de X Factory en ik moet natuurlijk nog even twee kandidaten vinden die dit voor ons willen testen. We gaan even op zoek en dan komen we zo bij jullie terug. Nou, we hebben twee testkandidaten gevonden. En met wie staan we hier? Met Saar en Julia. En hebben jullie er zin in? Ja, heel veel. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hier zijn de tickets en heel veel plezier.
was het? Heel leuk, heel leuk. Heel leuk, ja. En als je nou een cijfer moet geven, wat wordt het dan? Een dikke 10. Een dikke 10. Ja. Nou, je hoort het, een dikke 10 voor deze attractie. Ja. Super dat jullie wilden testen. En heel veel plezier nog op de kermis. Ja, dankjewel. Nou, zoals we de vorige keer al aangaven, gaan we in elke aflevering eventjes terugblikken, omdat Zwieren en Zwaaien 15 jaar bestaat. En deze keer blikken we terug op de attractie Swing Bob. Die stond in 2019 op de kermis hier in Waalwijk. Weet jij al om welke attractie het gaat dan? Ik kijk even naar het filmpje. Ja. Nou, je kunt het vergelijken met de Snowjet die laatst in Tilburg stond. Dan weet je het wel, hè? Ja, dan weet ik het. Ja. Nou, veel plezier. Zet wel je navigatiesysteem aan, hè? Ik wil niet fout rijden. Ja, jongen, ik zet hem aan. Navigatiesysteem ingeschakeld. Welke kant op? Links afslaan. Links? Hoezo links? Ja, dat zegt hij. Rechts afslaan. Wat? Rechts afslaan. Stop even hoor, welke kant is het nou? Andersom. Is dat links of rechts? Route wordt herberekend. Pas op, tegenliggend verkeer. Ga dan rechtdoor. Draai om. Wat? Rechts afslaan. Links afslaan. Draai om. Wissel van rijbaan. Je hebt ook niks aan die dingen. Navigatiesysteem uitgeschakeld. Zoek het maar uit. Jammer genoeg zit de kermis in Waalwijk er alweer op, hè? Ja, het is snel gegaan. Ja. Maar wij hebben heel veel plezier gehad en we hopen jullie thuis ook. En hopelijk tot snel weer, hè? Ja, ik weet niet wat de volgende zal zijn, maar je ziet ons vanzelf verschijnen. Dus tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Nou, zoals we vorige keer al aangaven. Nee. Haren die wegwaaien. Ik kan eventueel nog een beetje naar links. Oké, okay, bam. Zo? 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 Ja, jij moet niet meer naar deze kant, anders zie je die booster niet meer. Nee, helemaal prima. Toch? Ja.
Ja. Zwieren en zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV.